In de interviewkamer ga ik elke week in gesprek met een molloot. Wat vindt de molloot van Wie is de Mol en hoe kijkt de molloot Wie is de Mol? Dit is de interviewkamer. Hey alle, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van de interviewkamer. En deze keer zit ik hier met Arjan van Mollenjagers. Hallo allemaal. Jullie kennen Arjan denk ik wel vanaf de Procast en natuurlijk van Mollenjagers. Dat zal jullie niet ontgaan zijn. Als dat wel zo is, volg hem even op Insta. Allemaal welkom natuurlijk. Hey Arjan, hoe is het? Ja, eigenlijk wel goed. Ja? Ik heb er weer heel veel zin in. Heel veel zin. Oké, nou ja, we zitten hier bij een mol-interview. Stel jezelf even voor, wie ben je? Wat doe je een beetje in het leven? Ja, ik ben Arjan. Ik bij de gemeente werken. Ben ik 42 jaar, woon in Oosterhout. Groot fan van Wie is de Mol. Al vanaf eigenlijk 1999. Verder rest, ja, hobby's en interesses, meer varen met water. Een beetje hardlopen, een beetje editen. Dat is voornamelijk een hobby. Plaatjes bedenken, fantasie en theorie bedenken. Leuk. We zitten natuurlijk bij een Wie is de Mol interview eigenlijk, een beetje. Maar wel leuk dat jij je ook bezighoudt met watersport. Of ja, sport. Zeker. Meer varen. Ja. Is het dus... Ja. Nou ja, je zegt dat je sinds 1999 Wie is de Mol kijkt. Wat vond je van dat allereerste seizoen? Allereerste seizoen moest ik er natuurlijk een beetje in komen. Voor iedereen, denk ik. Je zit in een spel, maar je snapt het nog niet echt. Maar ik moet zeggen, vanaf het tweede seizoen, toen begon ik het leuk te vinden. En toen begon ik steeds meer interesse in het spelletje te krijgen dat, ja, je gewoon niemand kan vertrouwen. En dat je overal iets achter moet zoeken. En voornamelijk het eerste paar seizoenen vond ik leuk, omdat het ook met onbekenden was. Ja. Op dit moment, ja, de kijkcijfers vielen een beetje tegen. Dus ja, Wie is de Mol moest wel een stap maken om met bekende Nederlanders iets te gaan doen. Maar achteraf is het toch al met al meegevallen dat ook met bekende Nederlanders het eigenlijk gewoon het spelformaat gewoon hartstikke leuk blijft. Ja, ja. Nee, mooi. Weet jij nog het moment dat je de allereerste aflevering kreeg? Weet jij? Ja, ik weet de start vanaf de brug. In Australië weet ik nog als de dag van gisteren. En dat toen eigenlijk al de beelden uniek waren dat... Ja, het ze naar de brug toe vlogen. En bedenk dat in 1999, dan is dat best wel uniek. En daar begon het eigenlijk al. En dat je, ja, de beelden van de natuur en gewoon Australië, de combinatie van het genieten, ja, was toen al aanwezig. Weet je nog in welke setting je zat toen je de eerste aflevering keek? Ja, lekker thuis op de bank. Heerlijk. Heerlijk thuis op de bank. eigenlijk met Wie is de Mol. Heerlijk hoor. Gewoon genieten. Is het ook. Nou ja, je kijkt dus al 24 jaar, zullen we zo zeggen. 24 seizoenen. Hoeveel mollen heb je tot nu toe goed? Tim. Dat stel helemaal voor moeilijke vragen, jongen. Nee. Dat weet jij nog wel. Schatting. Wat zullen we zeggen? Ik denk dat ik op 40% van de mollen goed zit. Over de seizoenen heen. Ik denk dat ik er meer fouten heb, maar dat is logisch natuurlijk. Jurre. Je kan Jurre, ik weet het niet meer. Nee. Wat eentjes. Ja, fout. Maar ik denk dat je... Ja, het is niet erg om fout te zitten. Het is gewoon het hele seizoen door, is het gewoon genieten. En ik denk dat dat ook het spelletje leuk maakt. En tuurlijk je wil antwoorden weten. En tuurlijk je wil de juiste mol hebben. Maar ik denk gewoon het spelletje op zich spelen en er zo in zitten, is gewoon al genoeg. En ondanks dat je fout zit, leer je alleen maar van om de mol weer beter te kunnen vinden. Al zeg je dat ieder jaar, en ieder jaar blijft. Ja. Maar jij hebt het over mollen die je dan fout hebt. Heb jij ook wel eens een mol gehad die jou een beetje teleurgesteld heeft? Ja, moet ik er dan eentje op noemen? Ik denk dat iedereen die wel teleur heeft gesteld. En dat... René heeft ons denk ik allemaal wel een beetje teleurgesteld. Maar ja, kan je het er kwalijk nemen? Ik denk nee. Ze heeft er alles uitgehaald wat ze toch heeft gedaan. Ze heeft nog best wel een lage pot eigenlijk voor haar doen.
Maar het was wel de slechtste mol. Ja. Maar de slechtste mol? Hoe bedoel je dit? Ik bedoel meer van... Slechtste mol. Dan, waarin vind jij dat René teleurgesteld, een teleurgestelde mol is? Ze was een beetje laf. Bijvoorbeeld de situatie in de bus. Bijvoorbeeld. Ik weet niet of je die opdracht nog kent. Dat ze in de bus zaten met een kaartje. En dan stapt ze uit. En dan heeft ze de kans om 500 uit de pot te spelen. Of twee jokers weg te geven. En dan vult ze daar gewoon twee jokers in. Geeft ze die weg. Terwijl ze gewoon heel makkelijk 500 uit de pot had kunnen spelen. En wat zegt ze dan achteraf? Dat ze die opdracht niet begrepen heeft. Ja, dan vind ik het een slechte mol, Tim. Ja, oké. Okay. Ja. Dat is niet goed. En dat heeft ze meer gedaan. Beetje laffe acties, bijvoorbeeld ook bij die kistjes, bij die ballerina's. Oh, ja, ja. Ballerina's. Ja. Een beetje laf gespeeld hoor. Ja, een beetje laf. Beetje gek, een beetje toneel. Iedereen zag het daar al wel een beetje van, als jij de mol bent, dan vallen we heel erg door de mand. Ja, ik vond eigenlijk ook dat de makers in het begin ook een beetje een fout hebben gemaakt. Met die schaduw. Ja, ja. Dat had echt niemand anders kunnen zijn dan René. Ja, dat klopt. Toen met ja, die haar groeien. Ja, op een gegeven moment dacht ik dat ik Splinter erin zag, maar... Ja, hij gaat een beetje op de Splinter Chabot. Voor de mensen die niet snappen, maar dat was een vlinder. De vlinder die was nogal zichtbaar en die vlinder die bracht ons een beetje in de Splinter De splinter vlinder of zo, toch? Ja, en achteraf terug denk ik, hoe kan je nou Splinter hebben verdacht? Maar ja, dat is sowieso altijd. Ja, dat is wel grappig. nou, we hadden het over teleurgestelde mollen. En, wat vond je de beste mol, als je die hebt? Ja, dat zijn er eigenlijk een paar. En dan noem ik er eigenlijk drie. En dat zijn wel... Dennis Wening denk ik dat hij toch met George samen een beetje gedeeltelijk eerste plaats blijft. Ja. En dan toch Jan, Everon. Ja, ik ben van de gewaagde mollen. Dat merk ik wel. Ik wil dat er een mol ja, gewoon sluw is, maar ook een beetje op de voorgrond blijft. Lekker aanwezig, lekker aanvallend opdrachten. Ja, ik denk dat ik daar toch meer van gecharmeerd ben als een mol op de achtergrond. Ja, ja. Beetje Dennis Wening, Everon, Jan. Ja. En toch George. En ik denk en dat geen... we George niet kennen, maar ja, George was uit seizoen 3. Ja, ja. Dus geen Jurre. Ja, ik denk omdat ik heb dat het nog een beetje gevoelig is, Tim. Oké. Het is nog te kort geleden. Jurre ook, nee. Heel eerlijk, nee. Ik denk niet dat hij erbij past. Omdat ik hem te opvallend vind. Als ik het nou ook weet. Een jaar eroverheen. Nee, ik vind hem daar niet bij thuis horen. Dan vind ik Dennis Wening daar een verschil in. Vond Everon ook beter, want heel veel mensen hadden hem niet door. Even kijken, ja, Jan van Steeg vind ik ook beter. Dus nee, ik vind hem niet beter. Nee, okay. Nee, dat is goed. Je zei dat je iets doet met sociaal gebied van Wie is de Mol. Dus mollenjagers toevallig. Ja. Nou ja, je doet dus editen van plaatjes en zo. Kost dit heel veel tijd? Af en toe echt te veel. Maar het is denk ik ook gewoon een passie. En je doet het omdat je het leuk vindt. Anders moet je het niet doen. Ja, ik doe het gewoon om echt wel... Tot een jaar geleden nog om echt een beetje opvulling te hebben. Want ja, je hebt toch een gat in die tijd. Het is een mooie wintertijd. Je zit in een... In een tijdbestek dat altijd al lastig is voor iedereen. Ik denk dat je een beetje je uitvlucht zoekt. En dan is het toch wel heerlijk om daarin te duiken. En lekker je fantasie de werk te laten doen. Ja. Ik denk dat dat mijn drijfkracht is. En ik gewoon lekker zoeken. En het samen zoeken. En de battles die je hebt met elkaar, weet je wel. Over het spinnen van wie is nou toch de mol. En welke theorie is goed. Ja, ik vind het heerlijk. Al de hersenspinsels, laat ze maar weer beginnen. Vind je dat ook het allermooiste aan het programma? Ja, ik vind het mooie, het samen zoeken, denk ik. Het samen, gewoon het samen met z'n allen op zoek gaan. Ja, dat vind ik echt de kracht van dit programma. Ja, ja. Dus echt samen bezig zijn. Eigenlijk als één soort groep. Het maakt niet uit wie je bent, wat je doet. Ik noem het altijd één familie.
We hebben allemaal dezelfde interesse. Ja, we hebben allemaal dezelfde passie. We zoeken allemaal naar diezelfde vraag. Ja, en je kan bijna iedereen wel iets vragen. En natuurlijk, er zijn altijd reacties die zijn negatief. Maar daar heb je overal mee. Ja, zeker. Wat hoop jij eigenlijk dat er nog gebeurt in de toekomst van het programma? Ja, daar kom ik toch wel bekende uit, denk ik. Ja, ik hoop gewoon zo dat gewoon de echte idiote grote fans gewoon een keer mee mogen doen. Ja. Gewoon een keer één seizoen meedoen. Selecteer de team, maakt mij niet uit welke team. Maar ja, gun het ons een keer. Het zou leuk zijn. Ja. Ja, zeker weten. Dat zou echt heel leuk zijn. Dan zie je een keer Siem op tv of zo. Ja, Siem en Sam. We hebben die andere. Vergeet er even een paar, denk ik. Van het First Nobody kan je gebruiken. Ah, en jou bijvoorbeeld. Je bent ook al aardig op weg. Kim. Kim. Jij. Ja, dat is meteen net als goed als dat jij bescheiden was, maar... Ja, dan zitten we straks. Zou staan. Ja, zeker. Mogen we straks geen podcasten meer maken? Nou, ik ben heel eerlijk. Daar heb ik het voor over. Ja. Ik ook hoor. Niet maken, heb ik het voor over om alles op te geven, Tim. En lekker op de achtergrond weer te blijven. Echt waar. Ik denk dat dat een ervaring is die je nooit meer gaat vergeten. Want dan kun je het gewoon kijken zonder iets over na te denken. Oh, heerlijk. Hoe ging dat ook alweer? Ik denk dat... Ja, hoe? Ja. Dan moet ik terug naar seizoen 2016, denk ik. Want voor die tijd deed ik niks. Dus toen genoot ik gewoon van Wie is de Mol. En speelde ik af en toe een paar hints door. Maar ik was niet zo actief op social media. Bij mij was 2019. Met het seizoen met Merel. Zo, dat was echt een heel mooi seizoen om te zien. En na 2020 ging ik ineens hints maken. Ja, het is wat. Stond Sarah met de voeten onder de grond en Sarah Gronins. Toen heeft Lars van Kruistrom nog heel veel van mijn video's gedeeld. Weet je dat nog in die tijd? Met die foto's. Oh, maar Arjan, toen kennen wij elkaar nog niet, hè? Ja, ik denk dat je het wel hebt meegekregen met die Sarah Gronins. En dan kon je het weer leggen naar een muurschilderingen die waren gemaakt. En die muurschilderingen kwamen ook weer voor in Wie is de Mol. Hoe ver moet je het zoeken dat iemand toch in die zee lopen? Maar dat ik er het zelf nog het meest in geloof, dat vind ik het mooiste. Het is wat, hè. Het is wat. Dat je er zo erg in kan geloven ook. In Wie is de Mol. Ze trekt in een heerlijke tunnel. En die tunnel die vindt heerlijk, totdat die instort. Wat eentjes. Dat is echt het ergste wat ik denk ik in Wie is de Mol heb meegemaakt. De badeentjes niet. Ik denk het ook, ja. Hey, maar we hadden het over Sarah Gronins en zo. Wie zou je eigenlijk nog willen zien in het programma qua bekende Nederlanders of onbekende Nederlanders? Ja, dan ga ik even van mijn generatie uit. Denk ik dan toch. En dan denk ik toch dat ik maar één icoon kan opnoemen en dat is André van Duin. Ongeacht zijn leeftijd. En gun ik het hem zo om nog een keer mee te doen. Lijkt mij zo geweldig. Maar dat is wel leuk, ja. André van Duin. Ja, dat lijkt me leuk. En als je het over een fanatieke kandidaat hebt, ja, wie zou ik nog een keer willen zien? Ik denk dan toch van Stuk TV. En dan ga ik van de generatie van nu. Ik denk toch Giel. Giel, hè, ja. Ja, ik denk dat ik hem ook wel leuk dat spel zie aanvallen. En dat hij tactisch is. Hij zou aanwezig zijn. Hij weet een beetje met de camera te spelen. Ja, het gaat lastig worden zijn in dat seizoen. André van Duin. Mollenjagers klaar, jagen maar. Ja, ik denk veel mensen. Ja, ik ben het wel eens met mollenjagers van de oudere generatie. Ja. Zou het niet meer schoppen, André van Duin? Ik denk dat hij kan niet liegen, denk ik. Hij kan alleen maar grapjes maken. Ja, hij kan mensen op de paalspoor brengen met zijn grappen, maar ik denk hij is te eerlijk. Dat denk ik ook. Het is een hele aardige man, denk ik. En daardoor ook ver komt in het spel, hè? Als vader in het spel. Hé, hey Arjan, hoe kijk jij hier? Oh, de eerste uur al met spanning. Van ga alsjeblieft afvallen, mijn mol. Dat is al een spanningveld nummer 1. Dan moet je alles in de gaten houden. Af en toe stopzetten.
Maar ja, probeer nu altijd de eerste aflevering gewoon te kijken. Zonder dat ik mijn molboekje aanraak, maar dat werkt niet. Dus je raakt het weer een beetje aan. Dus hoe kijk ik met de mol? Eigenlijk niet te ontspannen. Eigenlijk niet. Dus je zit op de bank en je kijkt naar je tv? Ja, en dan probeer ik mijn molboekje altijd niet aan te raken. Dingen te onthouden, maar dat gaat niet. En dan pak je toch weer je molboekje. Je zet hem toch wel weer een ongelukkige keer op stop. Hè, omdat je even iets ziet. Ja, je ziet heel snel, zie ik iets op de achtergrond en dan moet ik dan weer even opschrijven of ik moet gelijk uitzoeken. Want zeker op social media gaat alles zo snel. Gebruik jij het echte molboekje van Wie is de Mol daarvoor? Nee, eigenlijk gewoon heel veel papier. Ja, ja. Want dat schrijft veilig, want het molboekje is een beetje prieden. En als ik moet gaan prieden, ook al, en snel iets moet opschrijven... Ja, ja. Dus je bewaart de molboekjes eigenlijk ook gewoon als een soort Wie is de Mol item. Heel vaak, Tim, geef ik ze weg. Oh ja. Dat doe ik eigenlijk ieder jaar. Dus ik zet het wel aan, maar ik geef hem wel weg. Leuk. Omdat ik zoiets heb, ik kan ze hier wel in de kast zetten. Maar ik gun ze een meer die bij geen kans heeft om een molboekje te kopen. Dat vind ik belangrijk. Nou, dat vind ik. Dat vind ik ook van jou. En dan doe je toch nog iets goeds bij jou. En ja, ik vind het leuk altijd om zulke dingen te doen. Ja, ja. Leuk. Ik ga als kerstmol langs. Ja, kijk jij doet die dingen weer. En dat is weer hartstikke wat ik van jou weer waardeer. Dat is wat ik mooi vind hè, aan Wie is de Mol. Precies nou eigenlijk dit is wat aansluit op de vraag die jij stelde. Wat vind je nou het mooiste van Wie is de Mol? Precies dit. Ja. Met één familie zijn... En met elkaar deze dingen kunnen doen, zegt al heel veel over het programma. Zeker, zeker. En waar let je eigenlijk op tijdens de aflevering? Let je dan vooral op molacties of let je ook echt vooral op hints? Voornamelijk begint het eerst met hoe gaat de opdracht? Hoeveel geld kan er verdiend worden? Wat is belangrijk in zijn groepsomdeling? Wat is de rol van de mol daarin? Heeft hij daar invloed op gehad of niet? Dan kan je eigenlijk al een beetje zo naar die opdracht gaan kijken. Als het in twee groepen is en de mol heeft hem ingedeeld. Dat je al een groep eigenlijk een beetje kan uitsluiten. En dan hoef je eigenlijk alleen nog maar op de helft van de kandidaten te letten. En zo kijk ik in het begin eerst bij een opdracht die start. En mocht het dan starten, dan kijk je natuurlijk wie molt er een beetje. En dat bedoel ik met geld achterhouden. Geld kunnen pakken en niet doen. Dat zijn wel echt waar ik een beetje op let. En dan voornamelijk de verborgen hints. En die zijn heel verspreid. Dat ligt per opdracht. Je kan al heel snel iets met cijfers in de gaten houden. Gelijk dat je het al kan opschrijven. Kleuren ook altijd gelijk in de gaten houden. En met vormen in de gaten houden. En achter op de muren. Als stel iemand langs een vlag loopt. En op die vlag kan een aanwijzing staan. Dan kan er een verwijzing geven naar de mol. En dat is hoe ik een beetje kijk naar het programma. Vanaf het begin. Dus als ik zit te kijken, dat is heel moeilijk om uit. Dat verschilt per opdracht. En als je het programma kijkt, en als je dan geen opdrachten ziet, dus bijvoorbeeld droombeelden, of Rick van der Westerlaken die wat zegt, doe je dan ook nog iets opletten? Ja, wat Rick zegt. En voornamelijk de kandidaten, hoe ze reageren, doen ze opvallend. Net als Jurre, dit seizoen als ik bij het terugkijk heb gezien, ja, hij heeft heel vaak zijn handen voor zijn gezicht geslagen en een beetje overdreven gereageerd. Dat ik echt denk, waarom heb ik daar niet op eerder op gelet? Maar dat komt omdat je dan zo in tunnelvisie zit. Ja, dan let je eigenlijk niet meer op de rest van de kandidaten. En dat is wel een tip voor iedereen. Probeer zo lang mogelijk uit tunnelvisie te zeggen. En dit zegt mollenjagers, hè? De badeentjes. Ja, juist. En ik zit altijd in de tunnelvisie. Iedereen zegt altijd, probeer eruit te blijven. Maar ja, dit programma zit vol tunnels. Juist. Allerlei tunnels om je heen. Ja. Maar over die tunnels, hè. Waarom moeten mensen Wie is de Mol kijken? Gewoon voor de beelden, de shots, het spel op zich, het spel wat een list tegen bedrog is bestaat, is toch niks mooier om dat te kijken. En dat je gewoon niemand kan vertrouwen. En alles is wat je ziet. Dat is gewoon prachtig. En dat is genieten. En ik snap voor mensen die dit voor de eerste keer horen dat dit abracadabra is.
Maar ga het gewoon kijken. En ga er gewoon open in. Geniet gewoon van het spel. En je bent straks net zo moloot als dat wij zijn. Zeker. Er komen nog zoveel meer op in de loop. Ja. 20 jaar door met een nieuwe regisseur straks. Dit concept gaat niet meer kapot. Dit denk is je ook... dat de regisseur binnenkort gaat stoppen? Ik denk bij de 25ste. Bij de 25ste. Dat is een vermoeden. En ik denk dat hij dan ook wel een stokje gaat overgeven aan de jongere generatie. Want je ziet het eigenlijk ook wel een beetje gebeuren al, hè? Het laatste seizoen. De special effects, het beeld. Het wordt andere opdrachten. Opdrachten die over elkaar heen lopen. Doorlopen. Ja, ik vind het een spektakel. Maar je ziet wel dat er een jongere handgeneratie een beetje bezig is met de editing. Ja. Maar dat is ook een nieuwe editor. Ja, en Rick dat een beetje los heeft gelaten, hè? Hij is het een beetje aan het loslaten. Hij is iedereen nog wel dingen aan het meegeven, maar ik denk dat hij toch wel beetje bij beetje alles aan het loslaten is. Ja. Want had je altijd Nick Vechter, volgens mij, als editor. Ja, dacht klopt. Ik. En nu heb je, ja, ik heb geen idee wie de nieuwe editors zijn. En die dronepiloot uit Enschede. Die twee. Hey, Wendel. Niet. Ja. Man, wat kunnen hun beelden schieten, zeg. Maar die zijn er ook nog steeds. Ja, en ik heb het zelf ook gezien daar in Soestdijk dan, hè. Toen we daar stonden bij die liveshow, hoe dat die drone over het publiek heen ging en hoe je dan daar moet staan. Ja, dat was zo uniek om te zien en dat die zo naar binnen vliegt. En als je dan de beelden op tv ziet hoe die er omheen draait, ja, dat is prachtig mooi, hè. Ja. Dat is... Ik ga aankomend seizoen ook naar de live inhalen, als die er is. Ik ook. Ben er weer bij. En dit keer ook echt. En ook naar de Vendag. En ook naar de... Wat er ook is. Ja, zeker weten. Ik hoop dat de Vendag wel doorgaat, Tim, dit jaar. Zo, ik ook. Ja. Wel iets wat ze hebben afgepakt. Wat ik voel van, dat hadden ze niet moeten doen. Want dat was een dagje wat je teruggeeft. Waar je dicht bij de kandidaten kan komen. En die hebben we dan wel een beetje gehad bij de liveshows. Maar ja, niet zoals dat het op de Vendag is. Nee. Ik krijg de uitleg ook nog. Je hebt de veiling daar niet, je kan geen artikelen kopen, je bent niet zo samen als op de Vendag samen bent als dat je bij de lijfontknoping samen bent. Je hebt geen kans, hè, want je zit allemaal in diezelfde spanning. Ja, je wil weten wie de mol is en naar de hand ga je fijn weer af. Dus ja, je hebt niet echt kans om met elkaar te sparren. Hoe was het seizoen, hoe vond jij het, hoe vond je dit en daar is die Vendag ervoor. Ja, dat is heel tof. Ja. Die Vendag die ik heb meegemaakt, dat je opdrachten kon doen en zo. Klopt. Was echt heel tof om dat te doen. Maar ik snap ook wel dat het heel duur is. Ja, ofwel. Maar ja, dan krijgen ze toch wel terug. Ja, want wij betalen gewoon een ticket. En dat niet alleen. Geef de fans gewoon wat terug. Je krijgt er heel wat voor terug. Mm-hmm. Vind ik ook wel. Tegenover Tim. De fans roepen er gewoon om. Want het zijn wij niet alleen. Hè. Iedereen roept erom. Denk je dat de aankomende jaren minder mensen Wie is de Mol gaan kijken of meer? Ja, ik denk juist meer. En dat het jonger wordt, hè. De leeftijd wordt een beetje jonger. Ja. De oudere generatie kijkt die toch met een andere oog naar als de jongere generatie. Merk ik. Het wordt echt veel jonger wat kijkt. Dus straks gaat Mollenjagers failliet? Ja, misschien ook wel. Nee, Mollenjagers zou nooit failliet gaan. Mollenjagers wel een keer gaan verjongen, ja. En dat ik gewoon terugtreed en dat ik lekker mijn eigen ding weer ga doen. En dat ik Wie is de Mol op een andere manier ga kijken. En dat ik misschien alleen nog maar podcastjes doe of zo. Maar wel een keer tijd om straks het over te gaan geven. Want ik wil ook straks met een ander gevoel gaan kijken. Je hebt ook een vriendin. Je leven gaat er anders uitzien. Dus ja, dan wordt tijd inzetten toch op een andere manier. En dan moet je het op een gegeven moment ook gaan overgeven. Maar kijken blijf ik altijd, hè. Ja. Dat kan ook altijd. Daar kijk je nooit meer vanaf. Dat virus, nee. En nou moet ik mijn vriendin nog een virus geven. Dus wie weet wat daar allemaal uitkomt, joh. Dat vast wel goed, Arjan. Zeker weten. Tuurlijk. Heb jij nog eigen toevoegingen? Of wat zou jij de kijkers van dit interview mee willen geven? Dat ze allemaal, als ze nog niet hebben gekeken, echt gewoon een keer moeten kijken. Neem er gewoon een keer de tijd voor. Laat je niet beïnvloeden door de titel. Want de eerste keer dat ik de titel las,
Toen dacht ik, ah, oh, dat is weer zo'n John de Mol programma, ja. Maar programma, het is geen van de moltjes. Het is echt, wie is de mol? En als je van spelletjes houdt, en iedereen houdt van de Masked Singer, ook naar ze hint zoeken, dan echt, ik raad het je aan. En dat is nog wat ik meegegeven. En verder rest, de grootste tip die ik kan meegeven, en dat zegt Mollenjager zelf, blijf uit tunnelvisie. Nog steeds. Volgend seizoen. Arjan zit in een tunnelvisie. Dat lang voor weer, Tim. Ik ben er weer bang voor. Maar ja, ik heb het dan toch weer gezegd. Dus ze kennen ze me niet kwalijk nemen als ik dan toch weer in een tunnel zit. Maar ja, dat is het ook leuk. Lekker theorieën vinden vanuit de tunnel is heerlijk. Ik ga proberen om niet in een tunnelvisie te raken en gewoon elke kandidaat mee te nemen. Goh, die zou de mol kunnen zijn. Jij gaat er gewoon zonder een mening in. Ja. Ja, dat is het beste. Dat is ook de veiligste manier. En dan vechten jij en Kim maar uit wie het is. Nee. Ik ben dit keer niet van plan om te vechten met jullie. Dat heb ik me wel voorgenomen. Okay. Ik zou zeker strijd blijven mocht ik een molkandidaat hebben. Maar dat is zeker. Maar ik zou wel meer gaan luisteren. Omdat ik ook zoiets heb van vorig seizoen, als ik beter had geluisterd. En wat meer water bij de wijn had gedaan bij mijn eigen theorieën, dan had ik gewoon de mol ook goed kunnen hebben. En daar mezelf wel dat ik kan verbeteren. Ja. En Kim had er achteraf gewoon al die tijd gelijk gehad. En ze heeft het al die tijd geprobeerd om ons te zeggen. Alleen ik denk omdat het zo opvallend was, geloof ik vond het Kim niet. Ik ook niet. En dan voel je je ineens een diehard mol dood. Ja, wel, dan zakt alles in elkaar en dan denk je, oké, laat maar zitten. Ik heb Evron goed gehad, ik heb alles goed gehad, het zat er zo goed op. Heel dat seizoen zat ik goed. En dan, ja, dan heb je te veel vertrouwen, denk ik. Ja, en ik heb het al twee seizoenen niet goed. En dan ook nog lekker mee te trekken in die tunnel, is me aardig gelukt hoor. Want Wie is Mol heeft heel veel gehad aan mollenjagers vorig seizoen. Zonder mollenjagers was het seizoen heel erg vervelend, maar het was denk ik 80% in Jurgen gaan gelopen. Ja, klopt. Dus dat was, hebben we het nog best goed gedaan. Met z'n allen. Zonder die theorie dat wij zo hebben zitten spinnen over Daniel, waar jij ook op een gegeven moment aan meedeed, hebben er heel veel mensen toch in de twijfel gezeten. Ja, ik had vorig jaar toch zo'n linkje gestuurd naar Momo. Ja. Ik hoor laatst van een andere mollood, zeg maar. Die was toen in Middelburg, bij die kisten. Ja. Nou, daar was ook zo'n begeleider bij. Bij ons was dat Poppe Dina, weet je wel. Dina. Klopt. Ja. En in Middelburg was dat ook iemand. En die kent mij dus. Mm-hmm. Ja, door dat linkje. Nou, ben maar blij dat je naar IJsselstein bent gegaan en niet naar Middelburg. Waar je draait om Norg. Ja, maar daar kent ze. Ja, maar die Dina kent mij daar ook van. Oh! Dus ik denk dat ik heel erg bekend sta bij de Wie is de Mol crew als het linkje stuurder. Minstens begrijpen waarom die kist in één keer dubbel beveiligd werd. Oh, dat was het. Minstens begrijpen. Nee, maar. Oh, daar mag gewoon dingen over praten trouwens, hè? Over dit seizoen, hè? Ja, dat mag. Ik wou zeggen, hoe gaan we dit seizoen het zien? Gaan we het zien via social media of gaan we het toch nog iets meekrijgen dat we ergens naartoe moeten? Ik denk via social media, tenzij ze morgen ineens zeggen het molboekje wordt verplaatst naar volgende week. Dat we zaterdag ineens ergens moeten staan. Ja, en dan verwacht jij dat die kaarten bij kandidaten bekend worden gemaakt of zo op een profielfoto? Nou, wat mijn overtuiging is, wat er morgen gebeurt, is dat er allemaal verschillende manieren de kandidaten bekend worden gemaakt, zonder die kaarten. Ik denk juist dat die kaarten meer met de opdrachten te maken hebben. Dus dat de kandidaten niet aan de hand van die kaarten bekend worden gemaakt, maar gewoon via andere manieren. En dat je uiteindelijk misschien nog iets anders krijgt via de Wie is de Mol site, waardoor je de toekomst van opdrachten kan zien ofzo. Door die kaarten. Oké. Okay. Ja, vind ik een goeie. Er is iets van. Dan zou het goed als voor het filmpje zijn, Tim, in jouw beleving. Ja, of het seizoen is in Mexico heel anders begonnen met die kaarten. Als één opdracht of zo. Dat je nu
morgen één opdracht te zien krijgt wat de kandidaten hebben gedaan. En dat in januari, 6 januari, de aflevering verder gaat. Dus dat je een soort cliffhanger krijgt en dat je gelijk de kandidaten ook weet. Dat vind ik wel leuk. Maar ja, er is geen tijd. Dus... wel leuker en uitdagender waar Wie is de Mol wel de laatste jaren mee bezig is. Om een beetje wat overgangen te maken, zodat ze ons meemaakten. Bij Everon was dat al, bij die lijsten. Ja. Nou, bij die kisten, dat wij zelf mee mochten doen en dat het terugkwam in het seizoen bij opdracht 1. En dat kan nu ook wel zoiets zijn dat in opdracht 1 het weer terugkomt bij het start van het seizoen. Ja, 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 ja. En dat ze daarvoor waar zegt te zitten dat de opdracht daar begint en dat ze binnenkomen lopen. En iedereen heeft een gewaad, weet je wel, wat ik wel hoorde in de chat, wat ik heel mooi vond. Ja. Want dat dacht ik gelijk aan de Belgische Mol, aan het seizoen met Alina. Dat je zo'n kamer binnenkwam en dat je kon bieden voor een vrijstelling. Ja, ja, ja. Dat kan nu allemaal gaan gebeuren met die waarzegsterbol erbij. En er kan ook geld uit de pot gespeeld worden vanaf het begin van het start van het seizoen. Ja, ja, ja. Dat zou heel goed zijn. Zo goed hebben gewerkt met die kaarten. Wat mij alleen heel, wat ik heel raar vind, is waarom zijn er twee verschillende waarzegsters? Ja, dat vond ik ook vreemd. Dat was iemand opgevallen. Wat is dat detail wat toegevoegd is? Is wat ik aan dacht. Was gelijk van de Mol is een vrouw. De vrouw heeft twee gezichten. Ja, dat is het eerste waar ik aan dacht. Maar het zou ook wel weer een instinker zijn. Maar omdat het zo sneaky is verborgen. Want op Instagram was het anders dan op TikTok. Nee, het was meer op het filmpje van YouTube is het één iemand. Op die van Instagram is het... Zijn er twee mensen, want van TikTok zijn het ook twee mensen. Apart. Wat ik nu misschien denk is inderdaad dat het een vrouw kan zijn. Maar het is bewust. Ja, het is bewust gedaan. Oh ja, trouwens. We hebben natuurlijk nu ook twee mannelijke mollen gehad achter elkaar. Het wordt wel weer tijd voor een vrouw. Daarom. Dus ik ga er eigenlijk met 99% zekerheid in dat het een vrouw is dit jaar. Ja, gevaarlijke uitspraak weer, Tim. Maar ja, ja ik weet het. Dat is het niet anders. Want dat gevoel heb ik zelf ook voordat het seizoen al begon. Nou, met deze aanwijzingen bij, ga je toch wel een beetje denken, ja, we moeten op de vrouwen letten, die twee gezichten. Ja, dan denk ik twee gezichten, een vrouw met twee gezichten. Misschien is het heel makkelijk. We gaan het in ieder geval zien. Of nou ja, als deze aflevering online komt van de interviewkamer, hebben we... Dan hebben we het al gezien. Ik wil jou in ieder geval bedanken voor dit interview, Arjan. Is goed, Tim. Jij ook weer bedankt. Ik hoop dat de kijkers het ook een leuke video vinden. Laat vooral in de reacties achter of jij mollenjagers verdenkt als mol. Nee, doe maar niet, want dan zul de inbox vol. Abonneer voor meer en dan zeg ik laters.